Ja, en is die partytent aan de boom gezet omdat het misschien ging regenen? Ja, daar ging je vanuit en dan straalt het zonnetje. Hey, wie heeft, wiens plan was dat eigenlijk, die schutting? De schutting? Hij komt van heel lang geleden, jongen. Ja? Hij komt van, ik denk wel een half jaar terug. Toen zeiden ze van, oei, gaan wij 2 jaar tegen een bouwput aankijken. Ja, ja. Van, is het dan misschien een oplossing om er een schutting langs te zetten? Ja. En die dan door diverse groepen uit bijen te laten beschilderen. Ja, precies. Nou, dit is het beginnetje. En van 1940 heeft er ideeën over om met een clubje er wat moois op te maken. Ja. Een jongerengroep met graffiti wordt uitgenodigd om een mooie schilderijen erop te maken. Scholen, bruisende bijen in september. Ja, want ik begrijp van omwonenden dat niet iedereen niet er blij. Maar ook niet iedereen was blij met de sloop. En niet iedereen was blij dat 26 jaar langer een pleeghuis heeft gestaan. Nee, je relativeert dat een beetje. Dat zet ik wel op een plekje. Ja, ja, precies. Maar twee jaar gaat het nog wel. Ja. Nou, eind dit jaar willen we beginnen. Ja. En dan staan ze niet bij pijlers van bijen. Ben jij een pijler van bijen? Dat wordt gezegd, Jan. Sociaal van pijler van de stad natuurlijk. Een groot gebouw. Het duurt wel even. Nee. Mooi. Ja, dus het komt vast goed. Ga je ook schilderen? Ik heb dit zelf van Stip. Ja, het opdrachtgever. Ben je erop gehad? Het is een feest voor jullie. Maar het is voor ons. Ik ben even aan het filmen voor een website. Oké. Ben je blij met de hoeveelste stippen bij je? De dertiende. Ja, gevaarlijk, hè? Ja, ik dacht veertiende. Nee, geen bijgeloven, hè? Geen bijgeloven. Dat doen hebben we wij niet. Nee, precies. Gaat helemaal goed komen. Ja. Ja. Mooi weer erbij. Hartstikke mooi. Hoe heet jij dan? Jacqueline de Vries. Jacqueline de Vries. Ik ben ketenondersteuner. Ketenondersteuner. En hier gaat het gebeuren, Jacqueline. Hier gaat het gebeuren. Ja, hier gaat Jannie Visser de officiële opening verrichten. Juist. Als handeling. En wat gaat ze doen? Ze gaat, ik denk, de voorste... stipjes invullen. Ze mag de stipjes invullen. Alsof het een stembiljet is. Zo, ja. Zij stemt voor stip. Ja. Nou, het is een goede jongen. Dat is een leuke. Ja. Jou erin. En brokkelen nog? Ja, brokkelen. Ja, zijn ze ook gebrokkeld? Mag ik wel kijken? Ja hoor, dat mag. Yummy, yummy. Hier wordt gebrokkeld. Mag dit in beeld, dames en heren? Milo? Jawel, hè. Hebben jullie dit voorbereid? De hapjes? Ja, vooral de... Hallo, hoi. Geweldig, ziet er goed uit. Ja. Ik kom zo in weer. Ga even het kantoor bekijken. Ja. Oh ja. Het nieuwe kantoor. Mag ik wel even kijken? Met een stipmedewerker Tjitske. U bent Tjitske? Ja, hoe weet je dat? Ja, dat zegt Jacqueline. Ben je misschien kunnen hier ontmoeten op spreekuur? Ja, op de donderdagmiddag. Ja. Oké. Okay. Ik zit samen met mijn collega. Die staat hier net achter de kaart. Collega niet in beeld? Nee, oké. Doen we dat niet. U wil wel in beeld? Jawel hoor. Oké. Nou, ziet er mooi uit, dankjewel. Ja, leuk hè. En probeer Jannie Visser mee. Er is alle ruimte om mensen goed te ontvangen. Ja, hoop dat er goed gebruik van gemaakt wordt. Ja, dat hoop ik ook. He? Dat er een goede voorziening wordt in bijen. Oh. Nou, ik kan wel even bij het filmpje op, zo'n foto. Hoe lang staan jullie hier al? Ja, wel al een uur. Nu hè? Anderhalf uur. Anderhalf uur, oké. Okay. Hou ook even wat voor Jannie Visser over, Lisa. En mevrouw Jacqueline de Vries, mag ik het nieuwe kantoor in zien? Ja, natuurlijk, loop mee. Ja. Wat zei je, Theo? Ik zag leuk weten met hem allemaal hier. Ja. Huh? Ik heb er nog nooit zo'n volgens. Geestelijke en lichamelijke gehandicapten. Ik heb er nog nooit zo druk meegemaakt, dus hier. Omheten bij de opening van het 13e stip inmiddels. Hier in Bijen. En wat ik de wethouder net ook al hoorde zeggen, het is wel het eerste stip voor Bijen. En dat is heel belangrijk om te weten. Voor alle Bijemers. Vrijwilligers,
En we hebben er nu onderhand 6. En ze staan allemaal daar, als jullie even je hand op willen steken. Ja, we hopen ook heel veel bijenbus hier bij de balie te krijgen. En daar hebben we eigenlijk al een hele tijd aan gewerkt. Sinds het idee er is om dat te koppelen, hebben we dat opgepakt. Wat fijn om vandaag weer in bijen te zijn. Mevrouw daar, die zei, ik werk in boerderijen. En die vroeg aan mij waar ik werk. Ik zei, ik werk op een stadhuis. Nou, daar kennen jullie iemand anders die daar ook werkt. Die was hier volgens mij vorige week nog om een boek over de geschiedenis van bijen in ontvangst te nemen. De burgemeester. Nou, ik ben een wethouder. En een wethouder, dat is een soort hulpje van de burgemeester. Die burgemeester kan in zijn eentje niet al het werk doen. Nou, vandaag ben ik hier in bijen. En weet je waarom ik hier ben? Omdat ik zo blij ben dat we in bijen nu ook een stip hebben. En waarom ben ik daar nou zo blij om? Nou weet je, de burgemeester en de wethouders, die vinden het belangrijk dat de mensen in Groningen met plezier hier wonen en werken. Dat vinden we fijn. Ook de mensen in bijen. Er wonen heel veel mensen in bijen. Meer dan 10.000. Ik hoorde net, al bijna 14.000, hè? Deze meneer is een soort wandelende encyclopedie. Die weet dat allemaal uit zijn hoofd. Wij ook op die manier met elkaar omgaan. Dat je elkaar tegenkomt, dat je elkaar helpt, dat je samen plezier hebt, dat je elkaar een beetje troost als je verdriet hebt. Maar wat is daar nou voor nodig? Het begint ermee dat je mensen leert kennen. Ja, als je helemaal niemand kent, dan is het best wel moeilijk om leuke dingen met iemand te doen of om hulp te vragen. Nou, om iemand te leren kennen, moet je elkaar ontmoeten. En ja, wat ga je maken, dame? Wat ga je smaken? Wat smaken? Ja? Een vogeltje. Een vogeltje? We hopen dat veel mensen de weg weten te vinden, maar ook vanuit het stip, de wijk in, naar je buren toe, naar je kennissen toe en samen voorbij je. Ja. Waar moet hij weer? Waar moet hij? Ja. 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 Daar moet hij, Wim. Hey, Wim. Oh, Wim wil de wet houden. Ja. Wim. Oh, wat vind je hiervan? Huisje is weg. Nou, huisje is weg. Huisje is weg. We zijn weer in de kunstwerk rijke dames van Band 49. Ja, leuk toch? Ja. Maar ik ben bang dat het niet heel lang blijft.